podcast, vlog, allerlei benamingen voor. Mijn naam is uh, Mirjam Molenbeek en deze vlog nummer 20 alweer uh, gaat vooral over breien en wol en alles wat er uh, rondom breien en wol te doen is. Um, ik neem hier op vanuit mijn atelier aan huis in Scheveningen Den Haag. Um, ja, en daar geef ik breiles en ik heb een webshop die steeds verder groeit. En uh, in mijn atelier aan Huis uh, heb ik ook steeds vaker dat mensen uh, op afspraak langskomen. Maar ja, tegenwoordig ook op uh, vrijdagen ben ik altijd tussen half tien en één. Ben ik zeg maar open. Uh, dus dat is in het kort wat ik doe. Leuk als je voor de eerste keer uh, kijkt. Hartstikke welkom. Um, op welke manier je me ook gevonden hebt, fijn dat je erbij bent. Um, en als je al kijkt vanaf het begin, super tof dat je er weer bij bent. Uh, welkom aan iedereen. Uh, elke keer als je kijkt of als je deze video liked, duimpje omhoog. Of als je je abonneert of als je iemand anders vertelt uh, over deze video's. Of het deelt op jouw social media kanaal. Ja, daar help je me gewoon enorm mee. En daarmee kan ik uh, deze content blijven maken. En een extra dank uiteraard, zoals uh, sinds twee, drie maanden elke maand. Aan mijn Patreons die... Um, mijn maandelijk steunen met een klein bedrag, uh, waardoor ik dit ook mede mogelijk kan blijven maken. Uh, en uh, ja, weet je nog niet alles over Patreon? Kijk dan even op mijn Patreon pagina waar ik uh, uh, video's maak. Ik heb uh, net de vierde tutorial opgenomen voor een top-down trui breien. En ik maak daar ook uh, vlogs achter beschermen. schermen. Dus mocht je dat interessant vinden, je kan me steunen voor uh, 2 dollar per maand, dan... Ben je gewoon deze podcast aan het steunen? Of voor 5 of 10 dollar. En daar krijg je allerlei leuke extraatjes bij. Nou, de link naar Patreon zet ik hieronder. Maar dankjewel, Patreons. Want dankzij jullie uh, ben ik hier ook weer. Maar ook dankzij al die mensen die deze video liken. Die me noemen bij anderen. Dank jullie wel. Super tof. Nou, dat uh, is dat. Um, ik ga beginnen met. Um, want ik moet volgens It's a Sarah. Sarah van It's a Sarah op Instagram. Als je op Instagram zit en je volgt Sarah nog niet, doe dat dan snel. Ik zal ook even een linkje hieronder zetten. En uh, Sarah, die, uh, nou ja, die heeft altijd heel veel gehaakt. Maar die is ook een beetje het laatste jaar echt om naar breien. Superleuk, natuurlijk. Um, en die is eigenlijk. Ook aan het vloggen, podcasten. Maar dat doet ze op Instagram, op IGTV Video. Dus als je gewoon naar haar account gaat, dan, um, nou ja, dan zie je bovenin een balkje met ook een tv'tje. Als je daarop drukt, dan zie je altijd de uh, uh, IGTV-video's van mensen. En um, nou ja, zij zei van de week eigenlijk van, nou ik begin op een echte podcaster te lijken. Want ik ga maar eens vertellen wat ik drink en wat ik aan heb enzovoorts. Want dat moeten echte podcasters volgens Sarah doen. Uh, dus ik ga dat ook maar doen, want na uh, jarenlange uh, Engelstalige vlogs en nu al vlog nummer 20, uh, moet ik me dus maar eens gaan gedragen als een echte podcaster. Sarah, dankjewel. Dus ik ga nu vertellen, oh, en kijk ook echt die video's van Sarah, ze zijn heerlijk. En ze doet dus eigenlijk alles tien, binnen 10 minuten. Vertelt ze wat ze breidt, wat ze gemaakt heeft, wat ze gekocht heeft, waar ze geweest is, in 10 minuten. Ik zal deze video overigens proberen om in een half uur te houden. Nou, dan weet je bij mij dat het vaak 40 minuten wordt, maar ik probeer het zo kort mogelijk te doen. Maar ik heb gewoon lekker veel te vertellen. Uh, nou, wat heb ik aan? Dat moet ik dan maar even vertellen. Dit is mijn Madewell cardigan. Als je uh, me al langer volgt, dan ken je hem. Ik heb daar ooit ook een blog over geschreven met alle uitleg. Ik heb hiervoor vier handgeverfde uh, strenge wol gebruikt. En het is de Madewell cardigan van Hohi Locatelli. Um, en nogmaals, als je even zoekt op mijn blog naar Madewell Cardigan. of je scrollt wat naar beneden bij blog en vlog. dan uh, alle ins en outs over dit vest. Um, want ik heb ook wat aanpassingen gemaakt, en die uh, beschrijf ik daar ook. Uh, ik zal een linkje trouwens ook hieronder zetten. Uh, dus dat. Uh, ik heb een jurkje aan. Nou, dat is al best wel oud. Dat is volgens mij gewoon. Oh, ik heb allemaal haren. Dat is uh, lekker van de. Ik geloof ooit van de weekamp. En ik heb. Ja, dankjewel, Sarah. Ik moet nu allemaal kunst, uh, kunstjes gaan uithalen. Maar ik heb ook aan mijn. Handgebreide sokken. Uiteraard. Heerlijk voor in huis. Dus dat is even over wat ik aan heb. Oh, en nog iets heel bijzonders wel wat ik aan heb. Twee bijzondere dingen: um, deze. Ik was op uh, 29 oktober jarig, samen met mijn jongste dochter Aagje. We zijn op dezelfde dag jarig. Dat is echt fantastisch leuk. Um, Velen van jullie weten dat al, want ik had een verjaardagsactie, uh, ook via de nieuwsbrief en op Instagram aangekondigd, waarbij je uh, die week uh, twee cadeautjes kreeg. En dat liep hartstikke leuk, dus dank jullie wel daarvoor. Maar dit armbandje kreeg ik cadeau van mijn man. Nou, daar ben ik dus heel blij mee. Dus dat is ook wat ik aan heb. En dit armbandje kreeg ik ook cadeau. Dat zijn Dalmatierstenen. Uh, zeg ik dat goed? Even kijken hoor. Even het kaartje erbij pakken. Dalmatier jaspies. En um, dat geeft evenwicht, aarding en harmonie. Nou, dat kon niet beter bij me passen, deze omschrijving. Want er... Ja, die rust in mijn hoofd, dat... Uh heb ik, ben ik altijd wel al aan het zoeken. Dus een heel passend armbandje. Het draagt ook heel fijn. Je trekt hem heel makkelijk aan. Um, ja, en ik, ik draag hem heel graag. Ik kreeg deze cadeau van Melanie van Bo Accessoires. Link ik ook hieronder. En Melanie die heeft voor de Adventskalender echt een super mooi armbandje ontworpen. Dus de adv Adventskalender met de miniskins van Pink Pretties. Die echt. Ik krijg ze morgen of overmorgen binnen. Maar ik heb al foto's gezien. Nou, de foto's zijn echt al. Geweldig! Uh, de Adventskalender is overigens tot 12 november nog te bestellen. Op dit moment is er nog één grote. En zijn er twee of drie kleine pakketten. Maar er zitten dus bij die Adventskalender. Naast dat je dus al die miniscaes krijgt, zit daar ook een uh, armbandje bij. Van Melanie van Boa Accessoires. En er zitten nog meer cadeautjes bij. Maar dit is wel echt het, uh, het speciale extra cadeautje. Um, ja, dus daar ben ik heel erg blij mee. Dankjewel Melanie, maakt echt hele mooie dingen. Dus ik uh, tag haar ook even hieronder, dan uh, kun je haar volgen als je dat wil. Um, ze heeft ook elke maandag, doet ze op Instagram in haar story, vertelt ze over de edelsteen van de week en de betekenis daarvan. En dat, ja, ik vind dat gewoon echt heel leuk. Dus uh, dat over wat ik aan heb. Nou, dan moet ik volgens Sarah ook vertellen wat ik drink. Nou, ik heb een hele oude beker van, die heb ik echt al heel lang van Lifestyle. Die lifestyle, dat zijn die winkels toch? Nou ja, ik weet het niet eens meer, kan je nagaan. En daarin zit koffie met een beetje havermelk. Dus uh, dat is wat ik drink. En um, nou, volgens mij vergeet ik nog iets, maar ik laat het eventjes hierbij. Dankjewel Sarah voor uh, de regels van het begin van de podcast. Um, dus dat. Nog heel even over die Adventskalender, want ik wilde daar nog iets over zeggen. Uh, oh ja, ik kreeg heel veel de vraag naar aanleiding van vorige video toen ik die kalender aankondigde van wat kan je nu eigenlijk maken van miniscans. En toen heb ik een tijdje geleden al een revelry board aangemaakt en die heb ik uh, gisteren echt nog heel erg uitgebreid gemaakt. Dus als je naar mijn revelry gaat, dan uh, dus je zoekt op Mirjam Molenbeek als we niet al vrienden zijn en je gaat naar mijn favoriete en je drukt dan op bundels, dan heb ik een bundel gemaakt met uh, wat kun je maken van miniskeens. Nou zit je helemaal niet op Revelry of wil je niet op Revelry? Ik heb ook een blog geschreven net, dus als je weer naar mijn blog gaat, dan zie je ook een blog over wat kun je breien met miniskeens. Um, dus dat als antwoord op die vraag. Dat wilde ik daar nog over zeggen. Nou. Wat heb ik af? Um, ja, ik zei in de vorige video dat ik heel veel zin had om allemaal kleine dingen te maken. omdat het koud begon te worden en geen zin meer had in grote projecten. Nou, het lijkt wel alsof op het moment dat je dat zegt en je laat het los. dat je weer zin krijgt in grote projecten. Maar ik heb toen wel nog uh, een muts voor Pieter afgemaakt. Ik had toen een streepjesmuts voor mijn neefje gemaakt, waarvan er één veel te groot werd. Uh, dus die wordt voor Maarten, voor mijn man. Um, en de andere heb ik inmiddels dus weggegeven. En deze is voor Pieter, want die wilde ook een streepjesmuts die een beetje op een Spider-Man-muts zou lijken. Er moet nog een pompom op. En je ziet hier aan de achterkant, dat is met strepen breien, heb ik een trucje gebruikt waarbij je zo recht mogelijke strepen breidt. Maar je blijft dat altijd wel een beetje zien. Maar goed, die heb ik af. En ik heb um, van de trui van, trui van Elina, die heb ik de vorige keer ook laten zien. Um, daar had ik nog een restje van over en ze heeft het echt heel erg snel koud. Dus daar heb ik nog vingerloze handschoenen van gemaakt. Daar zal ik even een foto van tussen stoppen, want die zijn echt op het moment dat ze af waren in haar zak van haar jas geschoten. En um, ja, die laat ze niet meer los. Dus die heeft, ze is nu op school en die heeft ze lekker meegenomen. Dus dat is wat ik af heb, want ik ben toen toch, omdat ik er gewoon heel erg veel zin in kreeg, verder gegaan aan mijn Trijsta En ik ben... Ook wel heel veel samples aan het breien voor, voor de breilessen en oh, uh, voor marktjes waar ik binnenkort nog op sta. Um, nou, dat ga ik jullie niet allemaal hier laten zien. Dus, maar alles gaat niet zo snel als ik zou willen. Maar toch heb ik lekker een heel eind aan mijn treistaat trui verder gebreid. En ik kom nu dus echt wel aan het einde van de body. En dat vind ik heel spannend. Ik heb hem dus nog niet tussendoor aangepast. Um, en dat ga ik doen zodra het lijf klaar is, want de uh, draad is iets te kort om hem af te halen. Poes komt even kijken. Dat is, ik zit trouwens, uh, als het jullie waarschijnlijk al opgevallen is, als je vaker kijkt, ik zit in een nieuwere atelierruimte. Poes, voor de microfoon is niet heel handig. Ik ga daar even, je mag even gedag zeggen en dan ga je weer. Dit is uh, Poes. Hallo, zeg maar hallo. <laughs> um, ik zat dus bij ons in huis achter in de breikamer. Nou, dat was al heel lang te klein voor de lessen. Dus we zaten inmiddels aan de keukentafel. Um, en ik wilde toch... Ik, ja, ik zat de laatste weken echt te denken van... moet ik nou een aparte ruimte gaan huren? Of zal ik een winkel beginnen? Ik heb zelfs in een pandje even gestaan. En toen dacht ik toch... Um, behalve dat het voordeel voor mij aan huis is... dat ik er gewoon ben voor de kinderen... Uh, is het ook gewoon een enorme investering om een pand te huren? En dat ja, zou ik ooit nog wel willen doen, denk ik. Maar uiteindelijk besloten we dat we nu het liefst toch willen gaan kijken in hoeverre we het in huis wat anders konden gaan doen. Zodat het echt wat meer atelier bij elkaar wordt. Nou, dat heeft dus geresulteerd in dat ik nu hier aan de straatkant zit. Um, dus als je een keer in de buurt bent in Scheveningen. en uh, je ziet de luiken open, je ziet me zitten klopgerust aan. Je bent altijd welkom om even een kopje thee te komen drinken en de wolletjes te bekijken. Um, daarom komt de poes dus nu ook langs. Want in de vorige ruimte had ik een deur die ik dan eventjes dicht deed. Nou, die heb ik hier niet meer. Maar wat ik nu wel heb is dus de tafel waar ik aan zit is echt de breilestafel. Nou, uh, ik zal ook even een fotootje uh, ertussen doen hoe, de, hoe de, de tafel eruit ziet in zijn geheel. Uh, ik heb de wol bij de hand, dus alles is nu lekker bij elkaar. Dat is wel echt een heel groot voordeel. Um, 15 november is er trouwens vanaf 8 uur 's avonds een wolfeestje. Dus ook dan ben je van harte welkom om in het atelier te komen kijken. Neem je breiwerkje mee, haken mag ook. Sluit gezellig aan. En ik kreeg wat vragen over: ja, als ik bij jou kom breien, moet ik dan met wol uit jouw webshop breien? Nee, absoluut niet. Uh, het is ook niet zo dat je iets moet kopen. Die avonden zijn er echt voor om gezellig samen te breien. Dus um, al denk je, ja, ik heb helemaal geen geld om nu te besteden, of uh, ik ben eigenlijk met een heel simpel werkje bezig, met wol van nou weet ik veel waar. Het maakt me echt allemaal niet uit. Je bed, iedereen is gewoon welkom op zo'n avond. Het is echt om met gelijkgestemden geïnspireerd te raken. Even lekker dat avondje voor jezelf. Lekker met elkaar kletsen, of je klets niet en je werkt lekker door. Dus voel je echt welkom. Het is, het is heel wisselend qua opkomst. De ene keer zijn er drie mensen, de andere keer zijn er vijftien uh, tot twintig. Um, maar je bent gewoon van harte welkom. Je kunt hier in de omgeving parkeren. Uh, super makkelijk bereikbaar via openbaar vervoer. Kijk even op de contactpagina op mijn website voor het adres enzovoort. Uh, ik heb een parkeer. Um, uh, hoe noem je dat? Uh, vergunning, uh, waar je, een bezoekersvergunning. Uh, en een tip is altijd: van Boetselaar Laan is hier vlakbij. Daar is s'avonds parkeerplek. Dus dat ook even gelijk. Voel je van harte welkom om daar te zijn. Wil je dat soort uitnodigingen niet missen? Um, word dan Mirjam Molenbeek VIP? Dan ga je naar uh, mijn uh, uh, um, Mirjam Molenbeek.nl-pagina. En dan zie je een balkje: Wordt Mirjam Molenbeek VIP? Nou, daar schrijf je je in. En dan uh, schrijf je dus in voor de nieuwsbrief. En dan ontvang je ook al dit soort uitnodigingen. Terug naar de treista. Ik spring wel weer van her naar der. Her naar der. Ik was ooit docent Nederlands. Her van van hop naar her of van hier naar daar. Goed, uh, de treista. Ik ben dus een beetje aan het einde gekomen. Ik brei hem in de ledlopie. Het is een patroon van Jennifer Steingast. Dat ooit in de Lenne magazine uh, stond. En uh, ik heb dus gekozen voor uh, de donkerblauw, lichtblauw, de okergeel en de lichtgrijs. Dat is bij mij de combinatie. Uh, en een aantal mensen op les zijn hem ook aan het maken. En ik heb meegekeken met kleuren. En het is echt super tof aan het worden. Dus wil je dat ik uh, voor je meekijk met kleuren, dan kan dat hier uh, live. Uh, maar je kunt me ook altijd even een e-mailtje sturen. Ik had laatst ook iemand die zei: Ja, zal ik? Ik wil graag die ene wol hebben, maar zal ik hem dan met die combineren of met die? Nou, dan kan ik je gewoon wel even wat live foto's met daglicht sturen. En dan uh, kun je heel goed zien welke combis werken. Dus, ondanks dat ik zei: Ik ga niet uh, aan grote projecten breien, heeft deze trui me echt heel veel rust gegeven. Ik vind een loopje heel lekker breien. Ik heb daar ook wel eens een blog over geschreven. Dat ik eerst een beetje antilopie, antilopen, was. Uh, dat ik dacht, ja, dat kriebelt veel te veel. En dat, maar ik heb me laten overtuigen door meerdere mensen dat het toch echt wel hele fijne wol is. En dat is het ook echt, echt. Ik kan niet wachten tot ik hem aan kan, dus ik moet maar eens lekker doorgaan breien. Uh, en dat gaat goed komen. En ik heb al allerlei andere ideetjes, maar ik ga eerst dit afmaken. Ehm... Um, dan uh, ben ik nog heel hard bezig geweest voor de Patreons. Ik zei net al even: heb ik een top-down trui breien uh, uh, tutorial gemaakt? Dus ik heb, ik heb hier even: ik was begonnen met Magic Loop, maar die is er weer even af. Oh, dat heb ik los laten hangen, zie ik nu. Nou ja, die steken pakken we wel weer op. Maar ik heb dus nog een Flex Sweater van Tink Knits gebreid. Die wordt voor Aagje uiteindelijk, maar hij is dus vooral uh, nu bedoeld om. Um, ja, voor, de, voor Patreon, uh, iedereen te leren hoe je die trui breidt. Dus um, ja. De reacties zijn heel positief en daar ben ik heel blij mee, want het is mijn eerste grote tutorial. Um, en ik krijg echt heel veel reacties van: Jeetje, het lukt me gewoon om een trui te breien. Wat fijn. Uh, um, wat een fijne tips geef je daarnaast ook nog. Ik leer zo'n Engels patroon breien. Dus uh, ja, daar ben ik echt heel blij mee, want je stopt daar wel veel tijd in. En. Uh, ik vind het super leuk om te doen. Ik ben eenmaal docent van Huis uit. Um, maar ook spannend. En dan is het leuk als je goede reacties krijgt. Dus bedankt daarvoor. Overigens ben ik ook, als je naar mijn website gaat. Ik weet niet of ik dat nou vorige keer al verteld heb. Volgens mij niet. Maar als je dan boven in het balkje um, uh, Lessen en Workshops ziet. En je gaat daarop staan. Verschijnt er ook een, um, een balkje met tutorials. Online. Ik weet niet hoe ik het nou heb genoemd. Online lessen of online tutorials. En daar ben ik dus uh, alle video's voor Patreon, maar ook alle andere instructievideo's bij elkaar aan het zetten. En daar zie je dus ook gratis video's. En ik ben nu bezig met uh, de basis van breien. Um, daar filmpjes op te zetten. Dus steken opzetten, recht averecht breien. En dat ga ik de komende tijd ook uitbreiden. Dus mocht je mensen kennen die willen leren breien, uh, of, of kijk je zelf vooral omdat je dit leuk vindt, een haakje met name, maar wil je de. Um, wil je ook het breien oppakken? Kijk dan vooral eens bij mijn tutorials. Um, ja, hopelijk heb je daar wat aan. Ik vind het heel leuk om te doen. Dus dat, dat is de trui. Dan was ik nog aan een paar sokken begonnen. Want daar had ik heel veel zin in. Ik had achteraf een beetje dat ik dacht, misschien had ik naast de trui, maar dat wist ik toen nog niet dat ik daar aan verder ging. En iets, uh, gewoon een heel simpel sokpatroon moeten gebruiken. Maar ik ben wel echt heel blij mee hoe dit wordt. Um, ik brei in de kleuren uh, The Girl is Mine, van die textielwerk dus speciaal voor de webshop uh, geverfd heeft. En dit is, ik dacht het is die lichte versie, um, een stukje van Stecky van de Fuchsia. Nou, ik heb daar, je kan, zou die sok dus kunnen breien, want je dat gaat de hiel en de tenen contrasterend doen. Um, ik ga daar nog wel soksetjes van maken, maar ik merk dat ik enorm achterloop met bijwerken van de webshop. Ik heb uh, nieuwe kleuren Let Lopie nog liggen, die er nog niet in staan. Ik heb zo'n nieuw wolletje, dat is me gisteren eindelijk gelukt, maar die lagen hier ook al drie weken. Um, ja, het is gewoon druk. Ik heb ook nog drie kinderen, dus uh, het is druk en het komt wanneer het komt. Um, maar mocht je nou zeggen, nou, ik wil zo'n setje hebben, dus ik wil... Uh, een set The Girl Is Mine en dan wil ik uh, zo'n contrasterende hiel in diezelfde kleur. Stuur me dan even een berichtje uh, via Instagram, via info.meerjannmolenbeek.nl uh, Op duizenden manieren kan je me bereiken, zou ik maar zeggen. Um, en dan wil ik best zo'n sok set voor je maken. Dan hoef je niet twee hele strengen te kopen. Um, of bestel natuurlijk de Adventskalender. Dan heb je straks, ik weet niet hoeveel minis. En dan kan je heel veel sokken met contrasterende boord en tenen maken. Of met hiel en tenen is het in dit geval. Uh, de Peter Socks. <coughs> ik brei op Chagu uh, Magic Loop 2.25 mm. En de Peter Socks zijn van um, Kay Jones van de Bakery Bears. Die heb ik wel eerder genoemd. Het is een patroon. Uh, maar het komt uit de Miss sokclub Sok Club en ik had ze al heel lang op mijn lijstje staan, want als je een zoon hebt die Pieter heet van Pieter Konijn, dan um, moet je de Pieter sokken breien uiteraard. Um, ik heb ze dus de laatste dagen een beetje laten liggen gewoon puur omdat ik nu um, de hiel gedraaid heb en alleen aan de bovenkant het patroontje verder moet werken wat overigens helemaal geen moeilijk patroon is. Maar ik moet wel steeds in de gaten houden, omdat ik hier aan het minderen ben. Hier aan het minderen ben. Uh, en hier het patroontje in de gaten moet houden. Is het even qua telwerk. Heb ik een paar posen uh, op het papier geplakt om het bij te houden. Um, ja, maar dan moet ik wel echt eventjes mijn hoofd bijhouden. En ik heb de laatste avonden heel veel les gegeven, breiles gegeven. Dus dan. Ja, als ik dan zoiets zou gaan doen, dat, dat gaat helemaal niet. Dan moet ik iets simpelers pakken. Hoewel ik overigens tijdens de lessen zelf heel weinig brei merk ik. Want uh, ja, ik ben gewoon aan het uitleggen. Even een slokje koffie. Dus dat. Ik zit af en toe even op mijn lijstje te kijken uh, en om me heen te kijken. Oh ja, het uh, laatste project wat ik jullie ga laten zien, waar ik dus ook ineens heel erg veel zin in had, ligt hier achter me. Dat is um, de Attic24, van Attic24, de Granny Stripe Blanket. En ik kan dus eigenlijk helemaal niet haken. En dan zeggen mensen die dat deken zien, ja, maar dat kan je wel. Nee, echt niet. Ik heb dus gewoon één filmpje gevolgd. Dat filmpje heb ik ook op een van mijn blogs gedeeld. Die zal ik ook hieronder zetten. Dat heet Restjes, Deken, Breien en Haken. Um, ik heb echt daar, dat filmpje wat ik daar ook deel, heb ik gewoon gevolgd. En zo is het uh, gebeurd. En ik leg daarin ook uit hoe ik van al mijn restjes wil een um, uh, magic yarnbal maak. Hoe ik ze uh, alle restjes aan elkaar knoop. Dus dan hoef ik uiteindelijk ook niks weg te werken. Ik heb dus een flink stuk bijgemaakt. Ik ga even laten zien. Volgens mij was ik de vorige keer dat ik hem liet zien hier ergens. Dus hij is echt. Oei. Ik krijg hem er niet eens op, zo lang is hij. Ik hoop dat jullie me blijven horen. Mijn microfoon staat hier. En ook vrij breed. Ja, dus nou, daar ben ik ook lekker mee bezig geweest. Op koude avonden, als ik gewoon uh, een drukke dag had gehad. S'avonds even een stukje daar aan haken, heerlijk. En ik zei laatst tegen mijn man, hoe lang zal ik hem eigenlijk maken? Want ik had hem, hij is voor Elina uiteindelijk, maar... Ze duiken er nu al met z'n allen onder. <coughs> en toen zei hij: Volgens mij wordt dit gewoon zo'n project wat je altijd moet blijven maken. Um, omdat je er zo lekker rustig van wordt. Uh, nou, dat lijkt me wat te gek. Maar ik ga nog wel even een stukje door. En uh, ik heb alweer zin om aan een nieuwe te beginnen. Dus uh, ik hoop stiekem dat er een uh, adventskalender overblijft van Pink Pretty's. Want dan heb ik weer heel veel prachtige minis voor in mijn deken. Dus. Die ga ik even opzij leggen. Nou, dat zijn de projecten waar ik aan bezig ben geweest. Ik hoop jullie volgende maand een, een trui te kunnen laten zien die af is. Um, dan, even kijken wat ik nog wilde vertellen. Uh, ja, ik heb in de webshop al een beetje kerst- en sint-onderdelen uh, gemaakt. Die ja, zo langzaam maar zeker vullen wat ik zeg. De webshop is echt een ding wat... wat wat langzamer loopt dan hier in het atelier. Um, maar dit is bijvoorbeeld echt een leuk boekje wat ik nieuw binnen had. De kleine kersttruien breien. Wat je ook met minis en restjes wol kan doen. En uh, ze leggen in dat boek dus uit hoe je die truitjes uh, breidt. Engelse patronen en Nederlands. En um, ja, ze leggen ook uit. En dat vind ik eigenlijk helemaal leuk. Want dan is het... Soms heb ik wel eens... Dan zie ik op uh, Revelry of zo. Zie ik een patroon. Voor dingetjes die je in de boom kan hangen. En dan denk ik, ja, maar hoe dan? Of dan hangt er zo'n touwtje aan, wat het net niet mooi maakt. Maar ze leggen dus ook uit hoe je die kleine hangertjes maakt. Nou, dat vind ik dus echt te gek. Ik heb er zelf nog geen gemaakt. Maar dat ga ik zeker wel doen. Want ik weet, uh, ja, rond de feestdagen zien we wat kennissen, wat familieleden. Um, uh, straks met Sinterklaas weet ik dat iedereen dit een heel erg leuk klein cadeautje vindt om te krijgen om in de boom te hangen. Dat zijn echt van die cadeautjes die, ja, je hebt ze zo gemaakt en ze zijn super leuk om weg te geven aan wie je dat, dat dan ook wil. Ik heb er zelfs al over nagedacht, het pakketbezorger komt hier bijna dagelijks aan de deur met wol en dozen. Het is echt een, een schat van een man en die kom ik dan uh, als ik buiten ben ergens tegen en zegt hij, ja, kom zo en zo laat bij je, dan weet je dat, of dan... Hij, hij weet ook wanneer ik de kinderen van school ga halen. Dat is echt super lief. En ik wilde voor hem iets maken. En ik dacht: volgens mij is het wel leuk om zo'n uh, ja, hangertje cadeau te geven. Maar die staan dus nu ook in de webshop. Dus het aantal boeken groeit. En ik wil daar ook wel een uitbreiding in maken. Ook in tijdschriften. Uh, dus als er uh, boeken of tijdschriften zijn waarvoor je zegt: Nou, die zou ik fijn vinden als je die ook hebt. Um, ja, want dan heb ik het totaalpakket. Dan laat het vooral even weten. Uh, laat me ook even weten of je er behoefte aan hebt dat ik de Lenne magazine bijvoorbeeld inkoop. Um, die zijn op zich gestopt nu na het laatste blad. Er was van alles aan de hand. Uh, dus die hebben eventjes de boel stilgelegd. Maar um, het is nog niet helemaal zeker of ze helemaal stoppen. Maar in elk geval, de vorige, le vorige Lenne magazines zou ik nog kunnen. Um, ja, zou ik nog kunnen bestellen. En als er dan nieuwe komen ook. Maar laat me dat even weten. Als je zegt, nou, dat of dat nummer, dat zoek ik en dat wil ik nog hebben. Dan uh, kan ik dat misschien voor je mee bestellen. En als je dus leuke boeken weet. Ik weet, is nu, nu zo'n nieuw sokkenboek van twee mannen in Nederland. Uh, ik zie allemaal dingen voorbij komen. Superleuk. Uh, nou, daar heb ik denk ik de volgende keer nog wel even over. Maar laat me weten als je zegt, ja, leuk, neem die op. Maar de kerstboeken staan er al in. Um, en ook wat uh, punningpopjes voor kinderen, voor in de schoen, uh, leren breien boekje voor kinderen, dat uh, staat er ook allemaal in. Dus als je het leuk vindt, kijk even. Um, 15 november Wolfface, heb ik gezegd. En uh, ik ben dus sinds 1 november elke vrijdag ook open. Dus je bent van harte welkom altijd tussen half 10 en 1. En op mijn uh, website onder de agenda. Zie je altijd met zekerheid wanneer de open atelier uren zijn. Mocht ik ineens gesloten zijn of iets, of er komt iets tussendoor, dan zal ik dat ook altijd daar neerzetten. Um, ja. Dan wilde ik nog een aantal dingen noemen. Uh, oh ja, nou, ha, twee nieuwe dingen: de wol, die ik hier dus al weken had liggen, die echt. echt Ik was dus al een hele tijd op zoek. zit alweer op 27 minuten, zie ik. Nou. Um, ik was al op he een hele tijd op zoek naar een goede DK-wol, want die hebben we eigenlijk nog niet. Um, er is een hoop fingering, wat je hier achter me ziet: hè, de sokkenwol, sokkendikte, uh, handgeverfd, hartstikke mooi. Uh, ik heb de Rico merino bolletjes, dat is een Aran weight uh, of worsted noem je dat ook wel, voor ongeveer naald 4-5. Um, dat is de LED-lopi ook. Maar je ziet steeds meer hele mooie patronen in een DK-weight. Uh, ook heel veel baby-dingetjes. Ik had hier iemand op les, die was heel veel voor de eerste kleinkind aan het breien. En die zei, ja, ik zie heel veel met die steekverhouding 22. Dat is dus de DK. Um, jammer dat je die niet hebt, want uh, superleuke patronen. En ik had zelf ook al heel lang patronen waarvan ik dacht, ja, daar zou ik een goed wolletje bij um, <coughs> willen hebben. Overigens koop ik ook graag bij andere wolwinkels en webshops. Uh, maar ik wilde gewoon zelf ook iets erbij hebben. En dat, ik heb uh, <coughs> echt van alles bekeken. En uiteindelijk, want wat ik toch heel prettig vind, um, uh, ja, is dat het echt wel een, een, een 100% wol is. Ik vond een non-superwash ook wel fijn. Maar ik wilde tegelijkertijd wel dat het zacht genoeg is ook voor uh, mensen die niet zo van kriebelwol houden. Hè? En voor kinderen. En ik breng gewoon veel voor de kinderen ook. Uh, ik heb veel mensen op les die voor hun kinderen willen breien. Um, dus dat heeft geresulteerd in deze wol. Dit is een okergele. Wat je helemaal niet goed ziet, zie ik nu op het scherm. Uh, maar in de webshop staat hij nu uh, duidelijk. Het is echt een oker. Hier, als ik hem tegen zwart hou, komt hij wat beter. Dit is een petrolkleur. Dan heb je uh, de donkerblauwe. Echt een hele mooie, diep donkerblauwe kleur. Uh, en ik heb nog een, een beetje een zandkleur. En de namen vind ik ook wel leuk. Ze zijn allemaal, moet je maar, deze heet bijvoorbeeld Clarissa. En dat is allemaal uit de, de boeken van Virginia Woolf. Uh, Clarissa is volgens mij Virginia Woolf. En zo. Hebben ze allemaal wel iets met een boek of een personage uit een boek te maken. Wat uh, dan weer goed bij me past. Ik heb nu vier kleuren. Er zijn er in totaal acht. Ik hoop uh, de komende weken ook de rest uh, te krijgen. Um, er zijn acht kleuren. Erica Knight is een, uh, uh, een designer, een ontwerpster van hele mooie patronen. Ze uh, heeft ook lang in de mode-industrie gewerkt. En, ja, het kenmerkt zich een beetje door simpel maar fijn. En Dat betekent ook dat ze dus acht kleuren heeft gekozen: acht basiskleuren waar je echt nou oneindig mee kan combineren. Het is uh, een 100% Blue Faced Leicester Wool. Dat is een Brits schaap. En het heeft dus een hele zachte. Ja, het glimt ook een heel klein beetje, maar het is heel zacht. Het is dus een non-superwash. Dus hij kan niet in de wasmachine. Heeft dus ook geen uh, chemisch proces ondergaan om het wasbaar te kunnen maken. Uh, dus het is handwas. Er zit op een streng um, ongeveer 220 meter en heeft dus de steekverhouding 22 steken is 10 centimeter. Dus dat is. Ja, ze zeggen voor naald 4 mm ongeveer, 3,5, 4. Um, echt, echt een hele erge fijne wol. Um, en als je nieuwsbrieflezer bent, dan ontvang je ook wat ik net al zei. Als je Mirjam Molenbeek VIP bent, ontvang je de komende week ook een introductiekortingscode. Dus als je nog geen nieuwsbrieflezer bent, kan je dat worden. Um, echt een heel fijn wolletje. Dus ik ben uh, super blij mee om deze te mogen verwelkomen. Je had hem hier achter misschien al Zien liggen en ik heb ook de um, uh, wol van uh, um, Cowgirl Blues helemaal bijgevuld en ik werd zo blij van deze drie kleuren want uh, de donkere herfstkleuren zijn mooi. Uh, de wol van Atelier Sopra gaat heel hard op het moment. Het zijn echt prachtige herfstkleuren, uh, breidt heel mooi op. Dus ik heb alweer een nieuwe bestelling bij José mogen doen, super leuk. Uh, de karamel, even kijken of ik het goed kan. Laat zien de karamel appeltaart van Textielwerk is echt een fijne uh, de, die donkergroene ook en al die tussenkleurtjes. Nou dat zijn echt hele fijne herfstkleuren. Maar ik vind dit word ik dus ook wel echt heel blij kerstig van eigenlijk. Uh, vind dit zulke drie gave kleuren die heel goed in elkaar veden. En dit is de uh, peaches and cream met rood en een beetje bruin. En wit. En dan is dit de Happy Days. Ja, nou, dat doet me echt aan van die, van die kerstsnoepjes uh, denken die je in de boom hoont. En dit zijn de Protea Pinks. En de Protea is voor mij, ik heb in Zuid-Afrika gewoond. En uh, ja, de pro Protea is echt de bloem van Zuid-Afrika. Ik weet ook dat ik daar wegging en als cadeautje kreeg ik een handdoekje mee waar de Protea op stond. Nou, die heb ik hier nog steeds uh, hangen. Uh, maar die veden dus echt prachtig in elkaar. Nou, um, de Cowgirl Blues is heel lang. Ja, is eigenlijk een fingering, maar net iets dikker dan een fingering. Dus voor naald 3, 3,5 mm. Het is een 100% merino, dus hij is niet geschikt voor, voor sokken bijvoorbeeld. Er zit 300 meter op een streng. Maar perfect voor sjaals, voor vesten, voor babytruitjes. Um, ja, echt, echt heel mooi. Dus uh, die zijn ook weer aangevuld. En ik heb. Ah, kerst, kerst, kerst. Ja, deze tijd van het jaar sokkenbreien. Nou, eigenlijk doe ik dat het hele jaar door graag. Uh, maar de, uh, de opalballetjes, daar ben ik ook altijd gek van. Dus ik dacht, ik was weer een sokkenbrei workshop begonnen. Ik dacht, het wordt ook tijd om weer wat nieuwe sokkenwol in de webshop te zetten. Gewoon, uh, want uh, de um, Merino Nylon handgeverfde wol kun je ook prima voor sokken gebruiken. Uh, maar soms wil je gewoon een, een iets betaalbaarder wolletje. Wat je lekker in je, in je klompen of in je laarzen kan dragen. Uh, en daar zijn deze. Overigens, uh, mijn man die kwam laatst ook weer met een bestelling. Want die zei: Ja, mijn, hardlo uh, mijn hardloopbootcampjuf zegt. Het beste wat je aan kan hebben in de winter zijn handgebreide sokken. Geen naden. Uh, houd je warm als het warm moet. Uh, waterafstotend. Dus uh, nou, de bestellingen komen alweer binnen. Dit is er dus een met een glitter. Nou, hoe tof. Als je iemand uh, voor kerst een cadeau wil geven, uh, een paar handgeverfde sokken, zo breidt hij op. Of handgeverfde handgebreide sokken met die glitter erdoor. Dat is toch heerlijk? Ik kan echt niet wachten, ik wil echt heel graag een paar op gaan zetten. En de uh, Fresche Freunde, daar werd ik ook zo vreselijk blij van. Deze staat geloof ik nog niet in de webshop. Dat moet ik dus ook nog even gauw doen. Dus die zal ik ook even online gaan zetten vandaag of morgen. Nou, hij zoomt niet helemaal lekker in, maar je krijgt het idee vast. En uh, in de webshop staat een heel duidelijk voorbeeld. Dus die zijn ook nieuw. Nou, helemaal leuk. Um, een aantal dingen die ik nog wilde noemen. Um, een heel leuk blog, blogster, Staal bij Sabine. Um, fantastisch Instagram-account, moet je maar volgen. Ze doet heel veel met styling, met plantstyling. Echt een heel tof account. Maar ze heeft ook een voorliefde voor breien. Je ziet heel veel mooie dingen voorbij komen. En het was zo leuk, want uh, zij was dus de flextrui toevallig voor haar man aan het breien. En ze zag dat ik bezig was met de Patreon-video's. En toen zei ze, nou, nah, ik ga een blog schrijven. Mag ik een stukje over jouw Patreon-video's schrijven? En dat heeft ze gedaan. Superleuk. Ze noemt ook uh, andere makers. Ze geeft eigenlijk uh, do-it-yourself herfsttips. Uh, heel tof blog. Uh, leuk dat ik ertussen sta. Uh, en ook leuk uh, de andere mensen die ertussen staan. Ik ga het blog hier even onderlinken. Dus dankjewel, Sabine. Echt uh, superleuk dat je dat deed. Het uh, was een dag voor mijn verjaardag, dus was echt een uh, fijn cadeautje. Um, dus dat wilde ik zeggen. Oh ja, ik wilde ook vast zeggen dat ik uh, in december, ik heb heel lang geen marktjes gedaan. Ik stond vroeger veel op de handmade uh, markten. Toen ik ook nog handgemaakte uh, mutsen en zo verkocht. En op een gegeven moment deed ik dat ook wel een beetje aangevuld met wol. Uh, maar ik ga nu uh, weer in december twee kerstmarkten doen waar ik heel veel zin in heb. Uh, ik neem dan vooral wat breipakketten mee. Uh, zodat mensen die langslopen en die willen leren breien uh, of uh, die iets verder willen gaan. Dat die gewoon lekker aan de slag kunnen. Uh, maar mocht je nou zeggen, nou, ik kom dan langs, vind ik super leuk, want ik hou van die kerstmarkten. En neem dit of dat even mee uit je webshop. Laat me dat weten, want dat kan ik altijd regelen. Uh, 8 december is op een zondag sta ik op de Dickens uh, Christmas Market. De, als je even googelt op Dickens Christmas Market Den Haag. Dus Dickens van Charles Dickens, uiteraard. Dat is uh, een beetje in het centrum van Den Haag, rondom de grote kerk. Dus dat is echt. Uh, ja, super makkelijk ook met openbaar vervoer te bereiken. Hele leuke markt. Ik heb daar. Uh, nou, wanneer zal het geweest zijn? Drie, vier jaar geleden wel eens gestaan. Hele leuke markt. En 22 december sta ik op een markt in de. Um, Prins Hendrikstraat en de Heijnstraat loopt die door. En dat is ook. Dat is echt. Dat is het Zeeheldenkwartier in Den Haag. Het is een super leuke omgeving. Kom je ook heel makkelijk vanaf het station met een tram. Um, en uh, ja, dus echt, daar, dat zijn echt straten vol met uh, second-hand shops en allemaal handgemaakte spullen. Allemaal echt kleine ondernemers die zich in die straatjes hebben gevestigd. Uh, dus dat loopt echt een superleuke dag te worden. Dus dat is zondag 22 december. Uiteraard ga ik alle details ook uh, in de agenda op mijn website zetten. Maar mocht je willen komen en zeggen, nou, ik wil een bestelling doen, uh, neem dat even voor me mee. Dan kun je dus bestellen. En dan schrijf je even bij de opmerkingen naar welke markt ik dat voor je mee kan nemen. Dan nog een mededeling. Oh ja, ook superleuk. Ik ben weer een Ravelry-groep begonnen. Dus als je op Ravelry zit, uh, dan kunnen we vrienden worden. Maar je kan dus ook Mirjam Molenbeek de groep opzoeken. Ga ik hier ook onder linken. En uh, nou, daar ben ik net weer mee begonnen. En de bedoeling is dat je daar lekker kan kletsen, opmerkingen en vragen over deze video kan plaatsen, uh, gedachten kan delen, uh, patronen kan delen, uh, oproepjes kan doen of mensen misschien samen met je naar leuke breibeurzen willen, enzovoorts. Uh, dus de, 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 he, dat staat vrij. En misschien dat we ook wel eens een niddelong kunnen doen of um, nou, meld je aan voor die groep. Dan gaan we daar ook gewoon leuke dingen doen. Um, en volgens mij ben ik er dan wel zo'n beetje. Komend weekend is de... Eigenlijk al vandaag denk ik. Want ik denk dat deze op vrijdag... Uh, ik ben dit aan het opnemen op donderdag 7 november. Ik denk dat het 8 november online zal staan. Um, en dan begint de handwerkbeurs in Gent. Dus mocht je daarheen gaan, ontzettend veel plezier. Ik, ik ging het niet redden. Ik uh, vind het ook altijd eigenlijk net even iets te ver weg... Um, maar als je gaat, super veel plezier. Ik weet dat er hele leuke handverfjes gaan. De Raadkracht bijvoorbeeld, die we in de shop hebben, die uh, is er ook met haar verfworkshops. Um, dus leuk. Volgende week, um, dat is dan dus. Nou, Ik ga het link hier ook onder zetten. Dat is dan dus 15, dat weekend van 15 november, is de textielbeurs. En daar ga ik zelf voor het eerst heen. Uh, tot nu toe dacht ik eigenlijk: ja, textielbeurs, nou, dat is vooral voor kilten en stoffen. En totdat ik zag dat uh, José van Atelier Sopra daar ook staat. En toen ging ik even kijken. En toen zag ik: oh, er staan nog allemaal veel meer leuke wolwinkels. En nou, ik hou ook wel van stoffen. En ze hebben exposities. En José die geeft daar een uh, brioche brei workshop. En ik heb jullie de uh, vorige vlogs een beetje uh, ge gedeeld in mijn verhaal met brioche. Uh, dat ga ik nog steeds oppakken. Maar het is nu gewoon heel druk. Maar José geeft daar ook uh, workshops. En toen dacht ik, nou super tof. Om dan. Ik heb José dus nog nooit in het echt gezien. Dus dat is leuk. Maar ook super tof om zelf weer een keer een les te gaan volgen. Dus uh, dat raad ik je zeker aan als je uh, dat leuk vindt. Um, dus ja, dat is een beetje wat er ook op prijgebied volgens mij te doen is. Ik zal vast nog van alles vergeten. Maar ik zit op 40 over de 40 minuten heen. Dus uh, we gaan lekker stoppen. Ik dank je. Heel erg voor het kijken. Ik wens je een hele fijne maand december. We gaan weer heerlijk naar de drukte toe. Dus neem lekker veel tijd voor jezelf om je even terug te trekken met een breiwerkje. Of ga gewoon even fijn een mooi bolletje of strengetje wol aaien. Zorg goed voor jezelf en uh, ik zie je het uh, midden in de december gekte weer volgende maand. Doei! Kleine toegift. Um, nou, zit ik. In mijn nieuwe opstelling. Nou zie je aan de ene kant achter mij mijn wol, en aan de andere kant achter mij zie je mijn boekenkasten. Want dat is wat ik de laatste tijd een beetje ging combineren: wol en woorden, breien en boeken. Even allitereren. Maar nou vergeet ik dus, en ik had een mooi stapeltje klaar liggen, en het werd juist zo leuk ontvangen dat ik af en toe de boeken die ik las besprak. Dus ik zet net de camera uit. Ga mijn filmpje uploaden en uh, zie dat ik helemaal vergeten ben om over mijn gelezen boeken te vertellen. Dus hier een kleine toegift, uh, wel met mijn mobiel, dus ik schok wat meer. En het is, beeld is waarschijnlijk niet perfect, maar dat is dan zo als het is. Vorige keer was ik al het feest aan het lezen van Elisabeth Day. Dat had ik toen nog niet uit, inmiddels wel. Lekker boek om weg te lezen, leuk. Uh, lees lekker door, echt zo'n boek waar je s'avonds mee in bed stapt, maar wel mee kan slapen. Een um, beetje spannend, een uh, beetje ja, over een hele aparte vriendschap en ook wel een beetje treurig eigenlijk. Het gaat een beetje over de Britse upperclass, staat er op de achterkant, maar uh, vind ik nog niet eens zo opvallend. Ik vind het vooral opvallend dat het een vriendschap is die ja, misschien niet zozeer op vriendschap gebaseerd is. Uh, lekker boek om weg te lezen. Doen. Uh, dan, wat ik echt lekker vond, daar was ik al een tijdje in begonnen, had ik een tijdje opzij gelegd. Want ik heb eigenlijk op momenten uh, dat ik um, een boek uit heb en even niet zo goed weet welk boek ik daarna wil gaan lezen, dan lees ik graag wat kortere verhalen of columns. En ik had het boek van Georgina Verbaan liggen. Uh, iets om naar uit te kijken. Columns die in het NRC geplaatst zijn, maar ook wel nieuwe columns. En uh, nou, we kennen Georgina natuurlijk allemaal nog uit de goede tijden, slechte tijden. tijd. Uh, inmiddels is ze gewoon een hartstikke goed actrice. Maar ik vind haar als schrijfster echt fantastisch. Ze is heel scherp. Um, ze laat je echt achter dat je denkt: huh? Ja, oké. Okay. Uh, ik vind haar snel. Uh, ik vind haar echt super leuk. Um, en ja, het doet me een beetje. Je had vroeger altijd Simon Carmichael. Dat was echt de grote schrijver van uh, korte verhalen en columns. Nou, ik denk. Ik durf gewoon te stellen dat ze in zijn voetsporen mag gaan treden. Dus super toffe columns. Um, als je dus nog een leuk boek voor iemand zoekt met Kerst of Sinterklaas. en die houdt een beetje van ja, een beetje scherpe humor, uh, alledaagse dingen. dan is het zeker een aanrader. Dan heb ik nog gelezen. Zonder publiek, van Marjolein Beumer. Uh, en Marjolein Beumer we, ken je misschien wel van de uh, so films. Marjolein Beumer is ook, komt echt uit zo'n. Acteursfamilie, haar uh, zus is Femke Jansen, Antoinette Beumer is haar, uh, die doet dan vooral uh, regie. Uh, en Marjolein Beumer heeft nu het boek Zonder Publiek geschreven. Uh, een heel aangrijpend verhaal. Nou raakte het mij op persoonlijke vlakken ook heel erg, dus voor mij was het niet een heel fijn boek voor het slapen gaan. Terwijl ik het lezen vooral weer heb opgepakt om een beetje rustig te worden s'avonds. Uh, dat lukt niet, maar ja, dat heb je gewoon soms met een boek. Soms schrijft dat je wat meer aan dan dat je uh, verwacht had. Hoewel ik het bij dit boek ook wel een beetje verwacht had. Het gaat over moeder dochterrelatie en um, ja, nou, daar ga ik niet te veel op in, want word ik emotioneel. Maar um, heel mooi boek. Um, moeder uh, is altijd actrice geweest. Dochter is bij opa en oma eigenlijk opgegroeid. Band is niet geweldig. Moeder krijgt Alzheimer en um, zit eigenlijk een beetje aan het eind van haar leven. En uh, dochter, die uh, wordt verwacht wel te komen helpen. Terwijl het op dat moment met de relatie met haar dochter ook niet zo heel erg goed gaat. Um, wat ik zeg, ik sliep, ik sliep er niet zo heel lekker van. Maar wat wel heel lekker is: korte hoofdstukken. Het is echt vlot geschreven. Uh, heel knap hoe ze uh, emotionele dingen in korte zinnen krijgt. In, 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 ja. Knap boek, mooi boek, uh, zeker lezen. Nu ben ik dus weer even op een punt dat ik denk: hmm, welk boek zal ik hierna gaan lezen? Dus mocht je tips hebben, uh, zet ze vooral hieronder, superleuk. Um, maar ik ben nu weer korte verhalen aan het lezen en ik heb die wel eens eerder genoemd, maar toen had ik hem niet bij me: The Young Whisperer van Clara Parks. Clara Parks is uh, nou, een grote naam op het gebied van breidingen, maar is ook een goed schrijfster. En de Yarn Whisperer, daar ja, vertelt ze eigenlijk allerlei verhalen uit haar leven. Die ze dan uh, koppelt aan uh, breiterminologie. terminologie. Dus um, gisteravond had ik het stukje over brioche. En het ging erover dat ze graag bakt. En hoe dingen in het leven in elkaar zitten. En dat weet ze dan te uh, linken aan de brioche take. En legt dan dus ook uit waar die naam vandaan komt. Um, ja, vermakelijke verhalen, lekker. Als ik te moe ben, dan is het Engels... Nou, ja, Engels is geen drempel. Ik lees het wel makkelijk, maar nou ja, je snapt misschien wat ik bedoel. Als je echt heel erg moe bent en je moet nog een beetje vertalen in je hoofd, dan is dat misschien wat lastig. Maar het zijn lekkere korte verhaaltjes, precies goed om eventjes wat te lezen voor te slapen gaan. Nou, ik hoop dat jullie deze toegift van uh, bijna zes minuten nog even fijn vonden. En uh, ja, als je leuke boekentips hebt, laat ze hieronder zeker achter. Leuk om met elkaar te delen. Ik denk overigens dat ik in de Nee, dat ga ik gewoon doen. In de Revelry groep, Mirjam Molenbeek reverie groep ga ik ook een draadje aanmaken met uh, boekentips. Um, want dat is nou eenmaal zijn de twee dingen die voor mij uh, ja, die ik heel graag samen wil laten komen. En ik weet dat er een hoop van jullie ook graag lezen. Dus ik ga dat nu gelijk doen. En uh, ja, deel daar dus ook vooral je boekentips. Superleuk! Hey, dankjewel voor het kijken. Doei!